Een mooi gezicht maandagavond op de velden van SV Leones. Twee spelers die beide een beslissend doelpunt scoorden in een Europa Cup 1 finale lopen samen richting dugout van Jong PSV. De een hoofdtrainer Anton Jansen, de ander stagiair Patrick Kluivert. Ik heb met Anton een hele leuke groep die we kunnen begeleiden. En het gaat steeds beter. Wat zijn je taken precies? Ik ben gewoon assistent trainer van Anton. En voor hoe lang gaat dat duren? In principe duurt het nog 3 maanden. En dan ben ik als het goed verslaagd. En voor de rest zien we het wel. Dan ben je geslaagd voor je cursus? Kort betaald voetbal. En wat moet je in die 3 maanden hier dan specifiek doen? Training geven. Specifiek op het veld. En nog een analyse maken. En dan zit het erop als het goed is. En is er dan een mogelijkheid dat je hier langer blijft? Of is het echt alleen voor die 3 maanden? Nee, het is een mogelijkheid natuurlijk. Ik stap ergens in. En wie weet kan ik het jaar hier met jong PSV afmaken. Kriebelt het nog om zelf te voetballen of focus je daar helemaal niet meer op? Tuurlijk kriebelt het nog wel. Ik heb ook nog niet officieel afscheid genomen. Maar op dit moment ben ik bezig met de cursus en het bevalt me prima. Maar mocht er een mooie club komen? Dan zeg ik, ik wil altijd alles aanhoren natuurlijk. Een van de spelers waar Kluivert mee te maken krijgt is Jonathan Reis. Misschien dat de aanwezigheid van iemand als Kluivert belangrijk is voor de Braziliaan. Jonathan ken ik al een tijdje, want toen ik bij PSV speelde, toen kwam hij net over vanuit Brazilië. En ik zie een hele goede progressie in Jonathan. Vandaag heb je ook de goal gezien. Dat stimuleert het ook hoe die dit afmaakt. Dat is ongelooflijk natuurlijk. En ik denk dat ik wel kan helpen met zijn ontwikkeling. En ik ken hem een beetje. En als wij gewoon goed kunnen samenwerken, dan zie ik hem heel snel aansluiting bij het eerste zin. Ja, wat voor stappen moet hij maken volgens jou? Constant blijven. Hij moet constant blijven en weten wat hij wil. Hij is sterk, hij is snel, heeft een goed schot. Eigenlijk de kenmerken wat een echte spits nodig heeft, heeft Jonathan in zijn mars. Ja, en dan lijkt me dat jij daar, het is misschien klinkt heel zwaar, maar een belangrijke rol in kunt spelen. Je kunt met hem communiceren. Ja. Je weet hoe een spits wat hij moet doen, dat lijkt me heel fijn voor hem. Voor hem lijkt het me ook heel fijn, ja. Ik zal alles eraan doen om hem zo snel mogelijk bij het eerste te krijgen. En volwaardig eerste elftalspeler te proberen te maken. En daar doe ik mijn best voor. Nou, we gaan het zien. Succes in ieder geval hier bij PSV. Dankjewel.